Dit is les 4 van Informatica VO, waarin we het hele examenprogramma bespreken. Naast deze podcast zijn er opdrachten en een online leeromgeving beschikbaar op codipanta.nl. Vorige les eindigde we met een stroomdiagram, input, verwerking, output. In deze les bespreken we Chat, GPT en starten we met HTML. ChatGPT definieert informatica als de wetenschap van informatieverwerking door computersystemen. Informatica omvat data-invoer, verwerking en uiteindelijke output als informatie. Het oplossen van problemen en ontwikkelen van efficiënte oplossingen zijn belangrijke aspecten. Informatica kruist vaak met andere vakgebieden zoals sociologie en psychologie. Het basisstroomdiagram helpt bij het verduidelijken van fundamentele concepten. De inputfase omvat data-invoer via toetsenborden, sensoren en data-scraping van het internet. De verwerkingsfase omvat algoritme, logische beslissingen, sorteren en filteren. De outputfase omvat de weergave van resultaten op schermen en andere media. Het onderscheid tussen data en informatie is cruciaal. Data is ruwe invoer. Informatie geeft betekenis. ChatGPT benadrukt de onzekerheid van betrouwbaarheid van data en verwerking. ChatGPT herkent dat het moeilijk is om volledig objectief en foutvrij te zijn. Objectiviteit kan beïnvloed worden door de bron en interpretatie van data. Mensen hebben meer contextuele input dan AI, wat hen efficiënter in het toepassen van kennis maakt. Nu beginnen we met HTML en verwijzen we naar W3 Schools voor meer informatie. W3C, het World Wide Web Consortium, bepaalt internetstandaarden samen met grote bedrijven. HTML vormt de input, browsers verwerken deze naar tekst, afbeeldingen en video's. In HTML herkennen we tags, die de structuur van webpagina's bepalen. CSS geeft stijl aan HTML om webpagina's visueel aantrekkelijk te maken. JavaScript voert interacties uit binnen webpagina's. HTML, CSS en JavaScript vormen samen de basis van moderne webontwikkeling. Bezoek de paginabron van een website om de HTML-structuur te zien. Beginnend met W3 Schools, leren we HTML te herkennen aan tags en hun toepassingen. CSS voegt stijlelementen toe zoals kleur, layout en vormgeving. JavaScript zorgt voor dynamische en interactieve elementen op webpagina's. De opdracht is om W3 Schools te bezoeken en te beginnen met de HTML-tutorial. Neem contact met mij op voor vragen en volg de online leeromgeving voor verdere opdrachten.